En ze zijn weg! Ja, ja, dames en heren, ze zijn gestart. En Nijhoff als eerste door de bocht heen. De volle toer. Ja, dat was zeer snel. Ja, nek en nek. Oh, inderdaad. Ja, nek en nek van Maartenbouw. Maartenbouw is inderdaad tweede. Maar Ben Nijhoff heeft gelijk een enorm gat geslagen. Gevolgd door Maartenbouw en Richard Schimmel. Hij heeft een enorme voorsprong, die jongen. Hij denkt wegwezen, de Richard. Ben Nijhoff op kop. Maartenbouw als tweede. Richard Schimmel als derde. En ze vliegen erop. Was het vorig jaar ook niet Ben die had gewonnen in de zware kwartklasse? Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik niet. Ik dacht het wel, maar dat weet ik niet zeker. Maar Ben heeft een ruime voorsprong, jazeker. Hobbelen en stuiteren over de baan. Maar kijk, de laatste keer is daar wordt de wedstrijd echt gestreden erop. Ja, daar is de grootste strijd gaande inderdaad. Die eerste plaats, die tweede plaats en die derde plaats. Als ze maar blijven rijden, zijn ze redelijk safe. Ja, maar de laatste 10 plaatsen, moet kijken. Dat is een nek en nek race. Oh, ja, gaat bijna eruit. Michael. Je wil er even met hem. Michael Beckenhead zit er bijna uit. Hij wil het net op tijd houden. Ja, het wordt flink hobbelig daar in het laatste bochtje voor startfinish. Ik ben mij of houdt nog steeds de eerste positie vast. Inderdaad, voorlopig kan Maartenbouw hem niet achterhalen. Maar ook door de greppel daar. Met 44 Martijn Rijksen. Ja, ze rijden inderdaad op het randje, dat kan je wel zeggen. Inderdaad, op het randje. Ja, er komt nummer 1 voorlopig aan. Hard, hè? Heel graag. Ben Nijhoff is onderweg naar de nummer laatste van de wedstrijd om hem op een rondje te gaan zetten. Ja, het is wel een beetje fout, dat is een beetje verkeerd zoek. Ja, dat is een barricade in die laatste bocht. Ja, Ben Nijhoff kan bijna niet meer misgaan. Of hij moet inderdaad uitvallen. Dat mag best. Ah, die redt het wel. Blijft aardig scherp, die jongen. Die strijd om de vijfde plek.